deze week vlog. Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Veel plezier met kijken. Het is vandaag zaterdag. En ik ben op Bel aan het rijden. Morgen heb ik een proefje en ik heb heel de bak voor mij alleen. Morgen ga ik hier ook een proefje rijden. Dus vandaar dat ik recht op jullie afging. En ook nog even netjes. Goed. Kom maar Bel, gaan we verder. Nou, we hebben een proefje geoefend. Helaas kan ik niet filmen, voorlezen en tips geven. Allemaal tegelijk. Dus ze is nu nog even aan het uitgalopperen. We hebben vandaag de AC-lijn geoefend. Valt nog niet mee hoor, recht. Zo, even alles eruit. Succes, hè? Het proefje van Tessa. Ze mag een Volta gaan rijden en vervolgens gaan we beginnen met AX binnenkomen in arbeidsdraf. En daar krijgt ze een 7 voor. Er staat verder niks bij. Tussen X en G halt houden en groeten een 6. Halt houden iets scheef. Dus daar gaan we even naar kijken. Ze komt nu over de AC-lijn. Vervolgens moet ze naar stap. Tel doet weer lekker de hoofdje omhoog. En inderdaad, ze staat iets scheef. Voorwaarts in arbeidsdraf linkerhand. En dat is slingerend. HXK gebroken lijn, een 5. Verkeerde been, nog meer tot X rijden. Ja, ik zie het. FXH van hand veranderen, daarbij de teugels langer laten worden. Dan krijgt ze ook een 5, want ze moet meer toestaan. Dus we gaan nu naar FXH van hand veranderen. En dan moet ze meer toestaan. Ja, ik snap wel wat ze bedoelen. Dan tussen H en C teugels op maat maken. Daar krijgt ze dan een 6 voor. BE, half grote volte doorzitten. Voor E, arbeidsklok rechts aan springen. Dus BE, half grote volte. Dan moet ze gaan doorzitten. Dat doet ze ook netjes. En dan moet ze aanspringen voor E. Ja, een beetje rommelig. CXC, grote volte. Daar krijgt ze een 5 voor. Volte ronde rijden. Nou, ik kan niet lezen wat er staat. Niet keurig in de beugel. Oh, voeten niet keurig in de beugel. Oké. Tussen F en A arbeidsdraf krijgt ze een 5 voor, want dan zit ze op het verkeerde been. Dus naar F en A en dan tussen F en A arbeidsdraf, dan zit ze op het verkeerde been. Ja, dat is wel heel duidelijk. KXM van hand veranderen, daarbij enkele passen eraf verruimen. Ze moet meer verschil tonen. Nou kan Bel dit heel goed, dus dan heeft ze er onvoldoende op geconcentreerd, denk ik. CA slangenvolte met 3 bogen. Hier krijgt ze een 7 voor. Nou moet ik wel zeggen dat ze die slangenvolte echt heel veel geoefend heeft. Dus ook met omstellen, dus steeds de goede kant op kijken. En van been verwisselen. Dus daar heeft ze echt heel erg hard op geoefend. Dus dan heeft ze daar nu resultaat van. Daarna moet ze BE half grote volte doorzitten voor E arbeidsgalop links aanspringen. Hier staat niks bij en dan krijgt ze een 6 voor. Zometeen moet ze gaan doorzitten. En aanspringen in galop. Nou is wel links makkelijker dan rechts. Dat gaat goed. AXA grote volte. Niet te diep door de hoeken. Dan krijgt ze een 6. Ja, bij de KNS moet je natuurlijk echt helemaal rondrijden. Bij de FNRS zijn ze daar normaal gesproken iets coulanter in. Maar deze jury ziet waarschijnlijk wel dat het wel een privépony is. En verwacht misschien ook wel ietsje meer. Tussen M en C arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 7 voor. Dus kunnen we zeggen dat ze het netjes gedaan heeft. Hier komt de M. Dan gaan we naar draf. Ja, prima.
HB van hand veranderen. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus die is waarschijnlijk gewoon netjes strak gereden. AX half grote volte rechts gevolgd door. En dan XC half grote volte links. Voor beide voltes krijgt ze een 6. Hoek AK afronden, hoek MZ afronden. Dus gaat het diep door de hoeken heen hier. Maar waarschijnlijk stelt ze wel netjes om, hoop ik. Even kijken. En nu recht. Ja. Voor Tess is dit echt al heel wat. HB van hand veranderen, een 6. Been wisselen, einde van de diagonaal. Dat is voornamelijk omdat je andere gangen gaat rijden uiteindelijk op het diagonaal. En dan moet je dat niet halverwege het paard gaan storen. Door van been te verwisselen. BK van hand veranderen. Daar krijgt ze dan een 6 voor. En FXA van hand veranderen. Enkele passen de draf verruimen. Een 5. C10 verkeerde been naar H. Dus hier zal ze te weinig verschil tonen. We gaan even kijken. Ja, ik snap het wel. Het is ook allemaal een beetje bewegelijk. MXF een gebroken lijn. Daar krijgt ze een 7 voor. Dus die zal netjes zijn. Even kijken. Als ze nu wel tot de X doorgaat. Ja, dat is beter. En dan krijgen we A afwenden. Dan krijgt ze ook een 7 voor. Dus die zal ook netjes zijn. Bel een toetovie omhoog. En tussen BD en X arbeidsstap. Krijgt ze ook een 7 voor. Tussen X en G halt houden en groeten is een 7. Dus dat is heel knap, want daar heeft ze echt enorm hard op gewerkt. Omdat Bel het moeilijk vond om stil te staan. Maar dat kan ze inmiddels. Arf voorwaarts in vrije stap. De rijbaan verlaten 7. Houding van de ruiter een 6. Zit van de ruiter een 6. Beenligging van de ruiter een 6. Handhouding een 6. Nou, en de rest zal ik hieronder eventjes neerzetten. Er staat nog wel hakken blijven uitdrukken. Nog iets meer rechtop. Probeer iets rustiger te rijden. Goed gereden. Probeer iets rustiger te rijden. Zodat je wat meer tijd hebt om de onderdelen netjes af te werken. Veel succes, zegt de jury. In totaal van 216 punten. Dinsdag vandaag. En het is koud, rot en nat weer. En het is donker. Dus ik hoop dat we nog iets kunnen zien. Vrouw is per dag vrij geweest. Want er waren wedstrijden. En daardoor konden we niet buiten rijden. Nou ja, konden we wel buiten rijden. Maar het woei heel hard. Dus dat ging niet. Dus ik heb wel gelongeerd. Maar als je dan bij ons achter in de bakken wil rijden, dan weet ik niet. Dan is het niet zo fijn dat ik mijn gewicht kwijt ben. Dan boei ik ook gewoon weg. Nee, het is gewoon onaangenaam. En je zit dan met die harde wind in je gezicht en op je lijf. Dat is gewoon niet fijn voor je paard niet. Nou ja, het paard zal het niet uitmaken, denk ik. Maar voor mij in ieder geval niet. Dus toen hebben we maar gelongeerd. En vandaag gaan we dan rijden. Zaterdag en zondag, dus volgende week vlog, zitten we in Door-Brabant. Dus dat is ook weer eventjes kijken hoe we dat gaan vloggen. Komt gewoon in de week vlog voor en een aparte video. En we gaan ook niet een heel thema ervan maken. Tess is ook aan het rijden. Daar, ik weet niet, ik ga even kijken. Deze dappere pony. Die heeft een beetje sterk voer gekregen, zei Tess. En volgens mij loopt ze eigenlijk wel heel keurig. Dus dat is mooi. Ik had al gezegd dat dinsdag was volgens mij. En gisteren konden we verder niet. Ja, volgens mij doet ze het heel braaf. Brave pony. Brave Tessa. Loopt ze keurig vandaag. Het is vandaag de keurige loopdag. Denk ik. Of Tessa heeft gewoon goed geoefend en nu beginnen ze het allebei te begrijpen. Ik zeg vandaag lijkt wel de keurige loopdag. Of Tessa heeft het goed begrepen. Of Bel samen hebben het goed begrepen. Het ziet er netjes uit, dames. Dus nou. Wij gaan ook rijden. Ik heb Kim gevonden. Kijk, daar is ze. Ja, nou, ik wil niet zielig zeggen. Niet zielig, zinnigs. Nee, iets zinnigs. Ja, het is koud en het is weer en het regent. En waar ga je heen donderdag? En wat ga je dan doen? Goed zo. En je gaat filmen. Want je bent wel een beetje fan. Beetje maar. Toch? Ja. Ja. Nou, nu is ze zenuwachtig gaan doen. Ik weet niet precies waarom. Ik heb het koud. Oh, ze koud. Nou, ga lekker rijden. Het andere monster heeft zich inmiddels uitgekleed. Ziet eruit als een snoepje. Daar gaat ze. En er is nog een snoepje in de bak gekomen.
En die... Kom Bart, we moeten even YouTuben. Waarom was je even stopt, Kimmetje? Ik wil even op mijn knieën zitten. Waarom? Koud er is. Omdat het koud is, dat is een beetje gek. Oké, nou ik ga rijden. Tot later. Woensdag vandaag. Ben ik opgezadeld. Ik moet even de hoofdstelletje in. Maar ja, als ik toch ga filmen, dan mag ze wel even eten. Ik ga even lekker rijden. Tess is al in de bak. Ik ben een beetje langzaam vandaag, want ik probeer namelijk te werken. En paard rijden tegelijk. Kan je vertellen? Dat gaat niet. Je moet kiezen. Dus ik doe mijn telefoonnummer gewoon even weg. En ik ga lekker rijden. Ik had een korte dag op school. Dus het is nu 4 uur. Heel vroeg. En ik ben aan het rijden. Je zit wel vaker dan 4 uur op je pony. Ja, maar nu is het al. Nou, nu hebben we heel langzaam gedaan, hè? Ja, en dan is het nog steeds 4 uur. Ja. Kijk, we zijn met z'n tweeën zo. Tap, tap, tap. Dan draai je in de spiegel. Kan je het makkelijker zien. Dan zie je die pony bijna niet. Hallo pony. Lekker gereden. Het ging super goed. Ik heb vandaag denk ik een uurtje gereden. Ik heb van Bella's Box maak ik nu iedere dag een huis. Dat laat ik morgen wel zien. Het ziet er heel grappig uit. En vrijdag ben ik vrij. Dan zie ik jullie morgen. Het is weer nieuw. Bel wordt opgesloten. Ik weet niet waarom. We gaan even kijken. Bel, wat is ze allemaal aan het doen? Er staat veel wind. Dat vindt Tess niet zo fijn, denk ik. Dat zal het zijn. Oh, daar is ze. Waarom is de deur dicht? Anders wordt het te koud. Voor wie? Voor mij. Ah, oké. Wat ga je doen? Bel poetsen. En ik heb een nieuwe ring. En daarmee kan ik mijn pony verbinden. Dus dan kan ik haar doen. Dan kan ik ook mijn eigen haar doen. Sexy. Nou, een lekker rijden. Ja. Tot zo. Zo, ik heb lekker gereden. Het ging super goed. Toen heb ik afgezadeld en nu zit er alweer een auto. En zoals je kan zien, je kan niks zien. En het is donker. Dus we gaan weer naar huis. Ik zie jullie morgen weer. Het is vandaag vrijdag. En we zijn nu aan het soort van springen. Blessureachtig iets. De sprongen van gisteren stonden nog en ik wil gaan springen. En buiten is het vies weer, dus dan gaan we hier maar springen. Ja, en jij ging ook springen. Waar ben je gisteren geweest? In Noord-Brabant. Hoe was het? Dat was heel erg leuk. Wat heb je gedaan? Ik heb bij de wedstrijd gekeken en bij de kliniek van Isabel. Zijn jullie al klaar met rijden? Nee. Jij wel? Ja. Oké, dus jij gaat de volgende doen? Ik wil nog eentje doen en als ik nu niet stop, dan heb ik een zee of zo, dan wel een verder hoog. Over een half jaar? Ja.
Maar ja, je hebt een Bucas deken, dus dat geeft niks, want nee, die neemt gewoon hals, alles op. De hals is wel niet op mijn deken. Dan moet je even erop stappen, een stukje. Even afkoelen. Ja. Dus... Ik ga even kijken of de stoom kan. Ja, ik kan de stoom filmen, dat is echt grappig. Zien jullie? Het is net een gebakken ei. Dat zie je echt. Komt er ook stoom van Kim af? Nee. Nee, Kim is nog helemaal cool. Oh ja, nu is Kim aan het stomen. Woehoe. Nee, ik heb net de lens schoongemaakt. Ik moet filmen, Henja. Ik heb geen snoepjes. Dat is okay, dat oh, nou, dan ga ik wel weg.